zie je of niet? Ja. Floortje, hoe is het met je als mens? Ja. Hoe is het met mij? Als mens. Als mens. Ja. Je bent verliefd, hè? Okay, ja, hè? Kun je het zien? Ja, ik zie je, je straalt helemaal. Het komt vast niet door ons. Nou, we mogen het graag denken, maar ja, we weten beter. Maar ook, ik ben heel happy, ja. Hoe pril is het? Of is het echt zo goed dat het echt al 3 jaar lang vlammend gaat? Nee. Nu net een half jaartje. Het is dus nog zo pril dat je elke avond de Sjaak bent en tot jou groot genoegen. Ja, inderdaad. Juist. Zo kun je het omschrijven. Gerrit, ik vind het toch een beetje weer een banale... Je bokspringen is een waterbed geworden, laat ik het zo zeggen. Zoiets, ja. Maar wie is hij, waar ken je hem van en wat doet hij? Kennen wij hem? Nee. Zit hij in de dinnershow? Is het een showbiz nieuwtje? Het is geen braadworst. Nee. Het scheelt verdomd weinig. Beren braadworst. Ik heb hem ontmoet op vakantie. Ja, het is eigenlijk... ik zit ook op Hives, hè. Dus dat is... niet meer. In Mallorca, El Arenal hebben we elkaar ontmoet. Nee. Dus, op Mallorca? En El Arenal. Ja, nou ja. Is een skileraar? Het is geen skileraar. Oh. Het is heel gezellig daar. En hij is Nederlands. Hij is niet bekend. Maar dat is ook wel lekker. Dat is prettig, hè? Dat is prettig, ja. Dus anders worden jullie allebei met anders krijg je van die ego's die dan dat constant... Dat botst, dat is niks. Het botst, ja. Worden jullie wel samen? Nee. Worden niet samen. Ja, nou, maar is het dan wel... ik kan me voorstellen dat dan wel lastig is. Wist hij wie je was? Dat was leuk. Dat, ja, dat ja kan, ik snap heel goed wat je bedoelt. Een, ja. Een heel vervelende bijkomstigheid zijn. Dat klopt. Dat hij doet omdat jij Floortje bent van. Nou, ik moet heel eerlijk zeggen dat ik ook echt een hele tijd heb gehad van... Ja, vinden mensen me nou aardig om wie ik ben? Of om wat ik aantrek. Ja. Ja. Dus nee, nou ja, het bleek goed. Het laatste dus. Ja, het bleek het laatste. moeten we weer? Ja. Nee, we hebben gewoon een B-blok. Chip ja. Niet te zaaien. Hij is bang voor gênante verhalen. Oh, prima. Hallo, bankgasten. Hallo. Marco, doe even lachen, joh. Je ziet daar die bankgast, die vindt het allemaal prima. Die observeert de boel even. Ho, ho, ho. Helemaal top. Hey, en dus al een half jaar. Half jaar. Oké. Okay. Maar okay. Hij wist niet wel wie je was. Niet. Ja, hij deed net alsof hij niet wist wie ik was. Oh, dat was wel slim. Oh. Doen ze bij mij ook altijd, slim hoor. Is dat, hè? Ja, inderdaad. Je bent toch Jeroen Nieuwenhuizen? Ja. Nee. Nou ja, hij deed net eigenlijk een beetje net alsof. En toen dacht ik van, oh, dit is leuk, weet je. Want we vinden elkaar dus een soort van leuk, zeg maar, om wie we zijn. Ja. Maar ja, later was het dus wel een bleek beetje van... Bleek hij toch al je LP's te hebben. Bleek hij toch wel een behoorlijke fan te zijn. Kom je voor je eerst op zijn kamer. Ja, en toen al die posters. Ja. En hij had een altaar. Ja. Ja, met brandende kaars en jouw foto's daaromheen. Vierookjes erbij. Ook nog, had ja. Had net een kat geofferd aan je. Toen schrok ik wel een beetje, en ja. En hij had een stukje gezond waar je ooit op had gegaan. Ook nog, ja. Had hij uitgesneden. Ja. Met jouw voetafdrukken er nog in. En hing die elke avond boven. Heb dat stukje tapijt helemaal volgen in yoghurt. Zo. Kijk maar, mijn volgeplaste gras. Ik heb die juist mijn gras gezaaid. Nou. God. Dit wordt toch niet uitgezonden, hoop ik, hè? Oh. Ik heb dit mijn gras geverticuteerd. Het gaat hartstikke goed. Sorry, dit doen we normaal nooit. We normaal zijn wel heel bereid. Komt nog één keer jongens. Wow, nog 10 seconden maar. Oh, we worden erbij gezet. Ik denk dat ik nu moet ophalen. Bijgezet? In Breda? Ja, dat is niet best. Dit komt echt niet door deze backstage. Dit was de allerergste backstage ooit. Mensen die het gezien hebben, toevallig, sorry. Als je alleen radio luistert, goed bezig. Als je van muziek houdt, dan luister je naar 3FM. Extra weekend, NPS. Extra weekend.